over Palmer. Nou, Sean Palmer, dat is een van de grootste snowboarders ooit. Is een van de eerste pro-snowboarders ook. Een trendsetter. De Punking heeft alles gewonnen onderhand in het snowboarden, in het skicross, in het snowboardmulecross, het motocross en het mountainbiken. En is in 1995 zijn eigen snowboardmerk begonnen. En dan heb je ook nog het Palmer Project. Wat is dat dan? Het Palmer Project is vorig jaar ontstaan met Mandy Langbroek. Wij zijn van mening dat het moet meer professioneel en beter in Nederland. En het kan ook met zoveel talent. En daar zijn we begonnen met een kleine groep mensen en die gaan wij helemaal helpen aan sponsors. En hoort daar de snowcross ook bij? Daar hoort zeker de snowcross bij, want dat is ook een Olympische sport. En palmen en snowboardcross, ja, dat is gewoon één gemeen goed. De meest toegangevende merken zijn Kessler en Palmer in het snowboardcrossen. Wat is SnowX, dames? Dat zijn wij. Dat is het Nederlands bordercross team. En dat bestaat uit ons tweeën. Charlotte Berenbaum en Kim Werkhuizen. En, en nog twee mannen. Ja, wat is dat eigenlijk het doel? Olympische Spelen, maar in welk jaar dat weten we nog niet. We hopen 2014, maar dan moeten we nog wel heel veel doen. Ja, we trainen elke week in de Uithof in Den Haag. En verder hebben we natuurlijk ook trainingsweken in het buitenland. En dat. Hoe ging jouw laatste wedstrijd? Niet zo goed, want ik ben gevallen. Ik heb nu een hersenschudding en een gekneusde schouder. Afgevoerd met helikopter, maar daar weet ik niks meer van. En het is niet zo goed, maar ik hoop dat de volgende wedstrijd beter gaat. Wat doen we vandaag hier? Vandaag hebben we een video en een fotoshoot van de Palmer team en de Palmer 210 gear. Ja. 2010, sorry. Ja, 2010 al? Ja, 2010 al. Als mensen meer informatie over Palmer willen hebben, waar moeten ze naartoe gaan? Ze kunnen op de palmerproject.nl, ze kunnen op de palmerprojecthuis.nl kunnen ze kijken. Ze kunnen op wicketboards kijken, ze kunnen op palmerproject.com kunnen ze kijken. We zorgen er wel voor dat we bekend worden en dat de mensen, de jeugd, ons kunnen vinden. Oké, ik zet wel wat links op mijn eigen website. Zeker weten, doe dat dan maar. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik lig er voor. Als het tijd is.